En ja, dat is eigenlijk wel een uit de hand gelopen hobby geworden. Ik was altijd gefascineerd door ondernemen, geld verdienen, auto's wassen, golfballen zoeken. Dus wij hebben echt in al die jaren nog nooit ruzie gehad. Tuurlijk wel een gezonde strijd, dat hebben we nu ook nog elke dag. Vandaag zijn we in Hoofddorp, bij het hoofdkantoor van Young Capital. Een uitzendorganisatie voor studenten en jongeren die in 2001 door Hugo de Koning samen met twee partners als studentenwerk werd opgericht. Young Capital heeft 30 vestigingen in Nederland, maar is inmiddels ook Europees marktleider met een omzet van rond de 130 miljoen euro. De ondernemers nemen zich voor om tegen 2020 de grootste jongeren uitzendorganisatie ter wereld te zijn. Vandaag gaan we eens kijken bij Hugo de Koning. Had je dit ooit verwacht toen je begon met het opzetten van dit bedrijf? Had je dit ooit verwacht? Nee, totaal niet. Nee. Toen wij begonnen... Eigenlijk zijn we nog een internetbedrijf, maar toen wij begonnen, ook als internetbedrijf, hadden wij nooit als doel om in ieder geval Europa te veroveren, om de grootste bemiddelaar te worden van jong talent. We zijn begonnen met een heel klein clubje mensen om gewoon iets op te bouwen en voornamelijk in de Randstad bedrijven te voorzien van studenten en starters. Ja. En dat is eigenlijk wel een uit de hand gelopen hobby geworden tot nu toe. En wist je eigenlijk al dat je dit bedrijf wilde gaan bouwen? Was dat eigenlijk wel een soort plan? Of ging dat eigenlijk min of meer per ongeluk? Hoe heb je dat... Nee, het ging echt per ongeluk. Ik denk dat wij, ikzelf al een stuk of 5, 6 bedrijven had voordat ik dit bedrijf begon. Mm-hmm. Het waren hele kleine bedrijfjes. Dus we verhuurden onszelf. Ik had een hold-up car. Ik gaf advies aan bedrijven hoe ze marktonderzoek moesten doen. Marktonderzoek. Ja, daar weet je alles van. We hadden een marktplaats, nog voor marktplaats. Ja. Dat is wel leuk. Op internet. En eigenlijk zijn we tijdens de studie heel veel verschillende activiteiten gaan doen. Onder verschillende bedrijven. En zagen we eigenlijk al heel snel dat studentenwerk. Het was eigenlijk een online platform waar studenten zich voor werk konden aanmelden. En waar bedrijven op konden adverteren als ze op zoek waren naar studenten. Dat sloeg aan. En heel veel adverteerders, hoge omzetten, grote omzetstijging. Dus we dachten, hé, daar zit wat. Mm-hmm. Laten we daar eens op gaan focussen. Ja, zodoende rol je in het uitzendwereldje. Maar dat is absoluut niet gepland en per ongeluk zo gelopen. Dus dat ook eigenlijk een ander bedrijf kunnen zijn? Ja, okay. Absoluut. Ja. Hoe hebben jullie besloten dat je zegt, oké, de rest doen we niet meer. En nu gaan we vol op dit idee verder? Ja, dat was wel een belangrijk moment. Want we hadden ook een websitebouwbedrijf. En we hadden daar ook best wel wat klanten voor, waar we ook goed geld aan verdienden. En die focus is natuurlijk heel belangrijk, waar je je tijd in gaat steken. Omdat je, als je start, heb je al zo weinig tijd. Ja. Wij hebben toen met z'n drie om tafel gezeten en hebben gezegd, luister, we kunnen hiermee door. Of we kunnen hiermee door. Gebaseerd op feiten, de marktgrootte, de kansen die wij in de toekomst zien. En toen zagen we toch in die hele recruitment, in die hele arbeidsmarkt, dat daar voor ons de meeste kansen lagen. Puur gebaseerd ook omdat het gewoon een hele grote markt is in Nederland, waar heel veel geld in omgaat. En het is makkelijker om van een bestaande markt iets af te snoepen, om beter te doen, sneller te doen. Dan een kleine markt te wachten tot die gaat groeien en... om dan een stuk marktaandeel te pakken. Dus we hebben voor het laatst gekregen. Wist je vroeger al dat je ondernemer wilde worden? Ja, al heel vroeg. Wanneer was dat? Wat gebeurde er? Nou, ik was altijd gefascineerd door ondernemen, geld verdienen, auto's wassen, golfballen zoeken. Toen ik 10 was, ging ik al 2 keer in de week de hele buurt rond om te vragen of ik de auto's mocht wassen, de velgen mocht poetsen. Toen ik 12, 13 was, sprong ik altijd in de golfbaan in de weekenden om ook golfballen op te rapen van de grond met een bril op. En dat was heel lucratief ook. Echt duizenden guldens mee verdiend. Als jong jochie? Ja, als jong jochie. Ja, echt. Mijn vader was apetrots. Toen ik 15 was, had ik een hoddelcar. En toen ging ik gewoon in de centra's als met een ventvergunning hoddocks verkopen. Nou, marge op een hoddock is geweldig en het is leuk werk, je praat met klanten. Zodoende echt altijd al met ondernemen bezig geweest. Ja. Dan gaan we even terug naar het nu. Je hebt dan de partnership met jouw compagnons. Ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is. Als je onder zo'n enorme druk staat om een organisatie snel te laten groeien, laten we zeggen 10 jaar geleden... Heb je daar wel eens stress mee gehad? Heb je wel eens lastige situaties gehad? En hoe ben je daarmee omgegaan?
Nee, ik denk als we met z'n tweeën waren geweest, dat we nooit zo ver hadden gekomen. Omdat je dan heel vaak een strijd hebt. Kijk, soms heb je alle twee gelijk. En dan ga je niet toegeven. En met een derde erbij kan ik me, als man zijnde, met natuurlijk een ego, eigenwijs, toch ook wel een eigen visie, bij neerleggen als de twee niet mee eens zijn, ga ik mee. Okay. Dus dat is wel altijd bij ons eigenlijk heel gezond geweest. En ook de afspraak van dag 1, luister, het is altijd 2-1, in welke situatie ook. En nou ja, dan leg je daarbij neer. Dus wij hebben echt in al die jaren nog nooit ruzie gehad. Tuurlijk wel een gezonde strijd, dat hebben we nu ook nog elke dag. Ik ben heel erg van de kansen denken en dan verlies ik me in mijn enthousiasme en mijn ondernemerschap. Ja. Nou ja, de anderen zijn dat iets minder, dus we vullen elkaar daar ook wel weer heel goed in aan. Zou dat een van jullie groeifactoren zijn? De reden dat jullie zo enorm succesvol zijn? Dat driemanschap, het feit dat je eigenlijk daarmee best wel veel snelheid kan maken, dat je een duidelijke beslisstructuur hebt, is dat een van de groeifactoren? Ja, absoluut. Ja. Ik heb veel vrienden die ook ondernemen, die zijn dan in hun eentje. Als je al ziet waar je tegenaan loopt, waar je in je eentje uit moet komen, waar je eigenlijk niet met een gelijkwaardige partner over kan sparren. Tenminste niet 24/7. Ja, die kunnen veel minder snel beslissingen nemen en groeien en eigenlijk de risico's nemen die wij hebben genomen. Dat is wel misschien wel een belangrijk ding om te vertellen. We hadden alle drie nog een hele operationele rol. En je zag daarin dat ik mijn compagnon verantwoordelijk hield voor zijn afdeling. Hij mij en ik weer de ander. En dat werd een beetje een soort van, hey, ik doe het goed, jij doet het minder. Dat is niet gezond. Dus we hadden daar al heel snel een soort iets van, joh, laten we iemand zoeken waar we met z'n drieën afspraken mee kunnen maken. En daar ook gewoon, dat die het bedrijf overneemt en mensen gaat managen. En dat was ook gezonder voor onze driehoeksverhouding. Dus het was wel een beetje een wake-up call. En eigenlijk een briljante timing, denk ik dan nog. Ja. Want dan hou je de energie in het bedrijf. Ja, dat jullie gedaan hebben. Ja, inderdaad. Ja. 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 Fantastisch. Snel beslissingen nemen, goede beslissstructuur. Wat voor andere factoren zou je kunnen bedenken wat tot jullie extreem snelle groei heeft geleid? Nou, één, goed is het gevaar van beter. Dus altijd ambitieus zijn, hoge doelen stellen. En twee is dat wij zijn eigenlijk een technologiebedrijf. En hebben vanaf dag 1 heel veel in onze IT geïnvesteerd. Wij hebben een softwareplatform wat we zelf bouwen en onderhouden. Er zitten 20 man boven, die zijn er dag en nacht mee bezig. Waar eigenlijk onze operatie op draait. En dat systeem is gewoon zo goed uitgewerkt en zo in de afgelopen 15 jaar biedt dat zoveel ondersteuning in al onze werkprocessen dat we heel goed kunnen schalen. En een goed systeem, een goede software en om hard te kunnen groeien heb je dat nodig om ook analyses te maken, om gewoon de groei te managen. We zijn een bedrijf met heel veel jonge mensen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste drijvers is ook van eigenlijk de groeikracht van ons bedrijf. Jonge mensen die weinig werkervaring hebben, die in zoverre groen zijn en die heel snel dingen kunt aanleren. We hebben alleen maar hoger opgeleide in dienst. Die ook de nieuwe technologie, de doelgroep snappen. Maar wij zijn geen student meer, dus we hebben daarin ook wel een beetje de kennis van de doelgroep die we in huis halen. En met jonge mensen kan je heel snel rennen, heel snel opschakelen en dat is denk ik wel een hele belangrijke factor in de groei van het bedrijf. En je eigen rol verandert ook. Ja. Heb je daarmee geworsteld? Heb je dat ervaren? Nou ja, in zoverre dat wij kwamen er een aantal jaar geleden achter dat wij toch niet de topmanagers zijn die we dachten wellicht die we waren. We hebben ook 3 jaar geleden besloten om een CEO aan te stellen en als je ziet, zij staat op onze CEO om eigenlijk mensen beter te maken, om echt op de ontwikkeling van individuen te zitten. Dat is voor ons ook heel belangrijk, maar wij staan op hoe kunnen we ons bedrijf groter laten groeien? Welke markten kunnen we nog pakken? Waar kunnen we nog nieuwe producten en diensten creëren om de wereld te veroveren? Dus je leidt samen met je compagnons inderdaad een soort pressure cook-achtige situatie. Het bedrijf groeit snel en verandert snel, maar daarmee creëer je denk ik ook een bepaalde cultuur. Zou je die kunnen beschrijven, die cultuur van de organisatie? Goeie vraag. We hebben een cultuur
waarin in eerste instantie heel hard gewerkt wordt. En echt, nou niet 24-7, maar dat zijn hier best wel flexibele werktijden. Mensen zijn vrij om eigenlijk te bepalen wanneer ze starten met werken. Maar het is zo druk dat mensen echt wel, er wordt echt wel wat van ze verwacht. Ja. Dus er wordt heel hard gewerkt. Hele open cultuur. We delen echt wel successen ook met z'n allen. We hebben heel veel feestjes. Laatst zijn we met z'n allen naar IJsland gegaan. Over 2 weken gaan we naar Barcelona met 2 vliegtuigen. Gaan we daar feesten. Dus we genieten ook echt wel van de groei en het succes van het bedrijf. Omdat ook de mensen gewoon zo verschrikkelijk hard werken. Daarnaast ook in prestaties, bonussen, best performance. We hebben alles open en transparant gemaakt. Dus de cijfers, hoeveel mensen iemand plaatst, de marges, de omzetten. De successen worden gewoon gedeeld. Dus iedereen heeft een peer. Het is niet zo dat we dan op een lijstje zeggen worst performer of zo. Ook niet best performer, maar het is inzichtelijk hoe iedereen presteert in een team en in het hele bedrijf. Dus daarin hebben we ook wel een cultuur gebouwd waar mensen het beste uit zichzelf willen halen. En we bieden ook die mensen alles aan om dat voor zichzelf te kunnen creëren. Hey, ik wil het nog even hebben over jouw eigen ontwikkelpad. Ja. Hoe ben je bijgebleven? Heb je voorbeelden gehad? Andere ondernemers waarvan je hebt geleerd? Nou, dat minder. Ik heb veel boeken gelezen. Ik lees nog steeds heel veel boeken. Wat heb je dan gelezen wat je even kijkt? Nou ja, ik lees bijna elke week wel een managementboek. Ik denk dat ik de meeste dingen heb geleerd toch wel van mensen om me heen. Adviseurs die ook verder zijn in ondernemen. Die een grote bedrijf hebben gehad. Tegen dezelfde problemen aan zijn gelopen. En ik ben niet huiverig om gewoon heel snel, als ik een hulpvraag heb, mijn troepen in te schakelen. En te bellen, hey luister, ik loop hier tegenaan. Kan ik een voorbeeld geven van een specifieke hulpvraag die je wel eens hebt gesteld aan een mentor, hè? Zo noem je ze dan, denk ik? Ja, zeker ook in het aansturen van mensen. Als je voelt dat mensen die je managt niet blij zijn. En ik zou niet meer weten hoe ik eruit moet komen om die mensen dan wel nog tevreden en gemotiveerd te houden. Ja, dan, dat zijn dingen die mijn adviseurs, die niet officieel adviseurs zijn, maar gewoon vrienden, bekenden die ook grote bedrijven hebben, ook tegenaan zijn gelopen. En ja, dan vraag ik tips. Hoe ga ik dat gesprek dan aan? Hoe heb jij dat ooit aangepakt? En dan kan ik dat toepassen. Dus, of ik lees een boek. Ik hou echt van psychologie. Dus ik heb veel boeken ook gelezen. Hoe je mensen kan motiveren. Beïnvloeden. Ja. Cialdini. Ja, dat is echt een geweldig boek. Ja. Dus dat is zeker wel iets dat ik gewoon om hulp durf te vragen. Zou je een laatste inzicht of tip of advies hebben voor mensen die eigenlijk ook hun bedrijf snel willen laten groeien? Ja. Belangrijke tip is, neem mensen aan in je bedrijf. Als je de eerste medewerker aanneemt waar je energie van krijgt. Die dezelfde visie delen. Die natuurlijk hard kunnen werken, maar ook heel gemotiveerd zijn en slim. Ja. Er zit een enorm groot verschil in mensen die hard werken met weinig verstand. Of mensen die hard kunnen werken met heel veel verstand. Dus wij hebben altijd wel echt geselecteerd op hoog opgeleid en echt een drive, veel energie. Daarnaast investeren in een platform waar je mee op kan schalen. Dus je back-office moet gewoon waterdicht zijn en investeer daar echt in. Ga niet voor een standaard pakket wat op de markt is waar al je concurrenten ook op werken. Want uiteindelijk heb je daar geen concurrentievoordeel voor. En ik zeg ook niet dat je direct een heel eigen pakket moet gaan bouwen. Maar als het kan, en je hebt een IT'er ook in je team zitten, is dat wel echt greenfield waar je je groei mee kan bewerkstelligen. Okay. Ja. Nou, dat lijkt me erg waardevolle tips en inzichten. Hugo, mag ik je namens op zoek naar de groeiformule bedanken voor het gesprek. Ik vond het echt heel bijzonder en blij dat je hier kon zijn. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Wat een positieve en sympathieke ondernemer is Hugo de Koning toch? Het was weer een goed gesprek vandaag en ook hier hebben we weer ingrediënten ontdekt die zeker onderdeel zijn van die geheimzinnige groeiformule. Allereerst heeft Young Capital haar IT-ontwikkelingen in eigen huis gehouden, net zoals andere groeiondernemers uit deze serie. Hiermee kunnen ze sneller inspelen op ontwikkelingen en daarmee de concurrenten net steeds een stap voor zijn. Als tweede hebben we geleerd dat ook hier selectie aan de poort een belangrijk mechanisme is voor het behouden van de juiste cultuur. Gedreven jonge mensen zijn hier een belangrijk onderdeel van het succes.
Tot slot hebben de partners op tijd ingezien dat ze het dagelijks management beter aan iemand anders konden overlaten. Iedereen doet nu waar hij energie van krijgt. En daarom zit er zoveel vaart in Young Capital. Pet je af! Ik ga naar de Nationale Groei Masterclass. Kom je ook?